Het geneesmiddel van deze week is levodopa. Levodopa is een geneesmiddel dat vaak in combinatie met andere geneesmiddelen wordt gebruikt bij de ziekte van Parkinson. De ziekte van Parkinson is een progressieve neurodegeneratieve aandoening die voor een groot deel wordt veroorzaakt door het verlies van dopamine producerende neuronen in de substantia nigra. Hierdoor ontstaat er een tekort aan dopamine. De oorzaak hiervan is niet bekend. Levodopa is een voorloper van dopamine die, in tegenstelling tot dopamine, de bloed-hersenbarrière kan passeren en vervolgens wordt omgezet in dopamine door het enzym decarboxylase. Dus door levodopa te geven aan patiënten met de ziekte van Parkinson, wordt het tekort aan dopamine in de hersenen weer aangevuld. Hierbij moet een opbouwschema gebruikt worden waarbij gestreefd moet worden naar een zo laag mogelijke dosis levodopa waarbij een goed effect wordt bereikt. Levodopa wordt altijd gecombineerd met een hulpstof die perifere enzymen kan remmen. Hierdoor is er meer levodopa beschikbaar naar de hersenen om te diffunderen. Een voorbeeld van zo'n hulpstof is benzyrazide. Voor meer achtergrondinformatie kun je kijken naar het geneesmiddel van de week filmpje over carbidopa benzyrazide. Er zijn twee soorten tabletten beschikbaar van levodopa, met directe afgifte en gereguleerde afgifte. Orale toediening van de preparaten zonder gereguleerde afgifte moeten bij voorkeur tenminste 30 minuten voor of 1 uur na het eten ingenomen worden. In het voedsel zitten namelijk eiwitten die dezelfde transporten gebruiken naar de hersenen als levodopa. Bij veel eiwit in het bloed zal er veel competitie plaatsvinden, wat meestal zorgt voor een verlies van levodopa dat dan pas later bij de hersenen aankomt. Bij vertraagde afgiftepreparaten is het eten niet van invloed op de absorptie. Wel is de biologische beschikbaarheid van deze preparaten lager ten opzichte van een standaardpreparaat. Het voordeel is dat spiegels minder snel stijgen na inname, stabieler zijn en de werking langer is. Gereguleerde afgiftepreparaten kunnen er dus voor zorgen dat patiënten minder last hebben van hinderlijke nachtelijke stijfheid. Bijwerkingen van levodopa kunnen verdeeld worden in perifeer en centraal. Perifere bijwerkingen zijn onder andere uitdeem, orthostatische hypotensie, misselijkheid, braken en duizeligheid. Duizeligheid komt vaak voor bij het snel ophogen van de dosis. Voor de maag-darmklachten kan domperidon gegeven worden. Deze gaat niet door de bloed-hersenbarrière en heeft dus geen interactie met levodopa. Voorbeelden van centrale bijwerkingen zijn visuele hallucinaties, hypersomnie en slapeloosheid. Verder komen impulscontrolestoornissen ook vaak voor, zoals kooplust, hyperseksualiteit of pathologisch schokken. Deze bijwerkingen wordt wel vaak gezien bij dopamine-agonisten dan bij levodopa. Op lange termijn kunnen er bij gebruik van levodopa responsfluctuaties optreden. Dit is echter geen bijwerking, maar wordt veroorzaakt door progressie van de ziekte. Responsfluctuatie betekent dat de werkzaamheid van levodopa fluctueert, doordat er steeds minder dopamine-producerende cellen overblijven. De kans hierop is vergroot bij het gebruik van een hoge dosis levodopa en patiënten die al langere tijd levodopa gebruiken. Bij jonge patiënten met een leeftijd jonger dan 40 jaar en de ziekte van Parkinson wordt meestal niet gestart met levodopa, maar met dopamine-agonisten. Een voorbeeld van een dopamine-agonist is pramipexol. De kans op motorische complicaties bij jongeren door levodopa zijn namelijk verhoogd. Maar echt hard bewijs is hiervoor niet. Echter, wanneer de dopamine-agonisten niet voldoende effectief zijn, moet er niet geaarzeld worden om over te stappen naar levodopa. Levodopa is namelijk het best werkende anti-Parkinson-middel. Vanwege het tekort aan dopamine dat aangevuld moet worden, is het bij de ziekte van Parkinson niet handig om dopamine-antagonisten te geven. Dit geeft namelijk een farmacodynamische interactie. Een voorbeeld van zo'n interactie is de combinatie levodopa en haloperidol. Haloperidol is een klassiek antipsychoticum die dopamine-receptoren in de hersenen blokkeert en vaak wordt gebruikt als behandeling bij een behandeling van een delier.
Het gebruik van haloperidol is dan ook gecontra-indiceerd bij de ziekte van Parkinson. Wanneer een patiënt met Parkinson een psychose of een delier heeft en behandeld moet worden, kan dit met een lage dosis clozapine, olanzapine of quetiapine. Kijk voor clozapine naar het geneesmiddel van de week filmpje hierover. Samenvattend is levodopa een voorloper van dopamine en wordt het gebruikt in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Er bestaan gereguleerde afgiften en normale tabletten van levodopa. De verschillen in distributie zorgen ervoor dat de combinatie soms gunstig kan zijn bij de behandeling van symptomen en bijwerkingen. Levodopa veroorzaakt perifere en centrale bijwerkingen. Toch is levodopa eerste keus bij de behandeling van patiënten boven de 40 jaar met de ziekte van Parkinson en soms dus ook op jongere leeftijd. Let op farmacodynamische interacties tussen levodopa en dopamine-antagonisten. Hierdoor wordt het effect van dopamine namelijk teniet gedaan.